dit is Bonshow. Bonshow. Zorg dat je het onthoudt, de plek waar je carrière begint of ophoudt. Jeeves versus Fiction, dat is ook wel echt een battle die ik wil zien. Jeeves tegen Fiction wordt een leuke battle. Dit zijn twee top tier MC's die het hele seizoen wel gevlamd hebben, vooral Jeeves. Fiction die groeide erin. Maar als ze allebei één game brengen, kan deze battle 50-50 bij de kant op gaan, man. Jeeves versus Fiction wordt een... die wordt top. Jeeves tegen Fiction wordt een leuke battle, man. Allebei skilled, allebei hebben gevlamd dit seizoen. Jeeves versus Fiction is zeg maar de ladyboy battle. Het is een battle die eigenlijk bij de kant op zou kunnen gaan, man. Als ze allebei één game brengen, kan dit beide kanten gaan. Easy. De meest androgene types tegen elkaar. Misschien kunnen ze elkaar nog eyeliner tips geven. Ik vond Jeeves echt mad sick, man. In zijn vorige battle, echt. Buiten de kutopmerkingen om, allebei degelijke MC's. Die veel tijd in een ding steken. De lijn die hij in zijn 1-8ste battle heeft gedaan, als hij dat gaat doortrekken, dan heeft hij wel een grote kans om ook echt gewoon in de finale te komen, denk ik. Je diste die battle rappers, want je vond hen nep en hebt een track gedropt. Hen nep toch? Jij bent als een wietplant, beter let je op. Je wordt hier opgelicht, wil dat je stack ontpopt wordt, van de top geknipt en in een bag gestopt. Taser, taser, taser. Jij zei vorige keer al dat ik leek op een meisje en dat je mee wou met mij. Is dit het beeld dat je krijgt wanneer je denkt aan teven en wijven? Taser, jij valt echt op. Lelijke wijven. Ik vind Fiction wel dope, man. Ik vind Fiction wel dope, maar ik denk persoonlijk dat ik Fiction minder dope vind dan bijvoorbeeld Excellent en Tim. Hij heeft natuurlijk een nadeel dat hij door zijn accent nooit echt heel grof en agressief over kan komen ofzo. En dat is binnen battle rap toch altijd een handicap ofzo. Ja, Fiction. Ik denk dat sowieso het feit dat hij in het Nederlands is gaan rappen, dat heeft echt heel zijn game geswitcht eigenlijk. Want ik denk dat niemand naar Fiction cake als een zeg maar een opponent voor de top 16 bij wijze van spreken, totdat hij ineens in het Nederlands ging. Als je als Belg of als, dat is ook met Nick Veen, omdat hij Limburgs is, hij kan de grootste shit zeggen, maar het klinkt gewoon schattig door zijn accent. Jeeves in zijn vorige battle wel echt heeft laten zien, dus echt dat theatrale, zachtjes praten, op het juiste moment hard praten, heen en weer lopen, weet je. En Fiction heeft dat wat minder, hij is meer echt op de bars gericht, dus hij is heel echt bezig met oké, hoe breng ik mijn bars en hoe stapel ik dat en af en toe raakt hij dan zeg maar soms in een ratel ofzo. Als je Rotterdams of Amsterdams accent hebt, heb je toch veel eerder dat als je iets lief zegt dat het toch grof ging. dat werkt gewoon mee met je onderbuikgevoel. Michael After, ja. Hij ging tegen Michael After op de barbecue event. Daar was Fiction echt op iets, op een another level M, zeg maar. De eerste keer dat hij in het Nederlands kwam, was hij gewoon, die verrassing daarvan was zeg maar voor de kijker een hoogtepunt. Jouw intonatie geeft me inspiratie. Ik wou je battle kijken, maar kon die shit niet aanzien. Je delivert je woorden als een geschifte nazi. Pas je aan of ga weg, dat is integratie. Ik denk wel dat hij verdient in de top 16 staat sinds hij is begonnen met Nederlands battelen. Want voordat hij Nederlands battelde, was het niet echt een ding. Fiction's sterkste punt vind ik het overschakelen naar Nederlands, man. Hij moet gewoon niet meer Engels rappen in Poncho. Dat gaat hij denk ik ook niet meer doen. Want het verschil is van onderaan de ranglijst naar bovenaan de ranglijst gaan. Door alleen maar van taal te veranderen. Een draad is dat je denkt, oh nou, oh. Weet je, dat je echt die bars probeert te grijpen, maar zeg maar. En... Ja, daar ben ik wel echt wel benieuwd naar die battle. Maar laten we heel eerlijk zijn, dat wordt... Fiction is wel echt de underdog. Ik weet niet, man. Ik weet niet of hij echt klaar is om echt die titel ook te gaan dragen of zo. Hij heeft een paar hele toffe elementen, maar ik denk dat hij hier en daar ook nog wat dingetjes mist. Jeeves heeft precies van hun allemaal wat. Hij kan shocking zijn als Stef. Hij kan bar heavy zijn als een Vitaal. Hij kan grappig zijn als Waldo. Hij kan droog zijn als Keus. Hij is het zeg maar die shapeshifting chameleon dude die gewoon. Hij kan dat allemaal. En hij zou eigenlijk misschien niet eens meedoen. En hij heeft het toch geregeld dat hij er toch bij kon zijn. En dan zet hij zo'n battle neer. Ik denk dat hij zoiets heeft van klaar.
ik ga niet meer dit uit handen geven, man. Sterke punten van G's vind ik dat hij dus niet besmet was met het choke virus, die eerste. Dit seizoen, begin tot midden, zelfs eindseizoen bijna. G's freestyle ability heeft hem goed kunnen inenten tegen die choke virus die heel veel rappers gepakt heeft dit seizoen. Jeeves is super creatief met Engels. Jeeves kan gewoon play-out Engels op iemand gebruiken en zo flippen dat je denkt van hij heeft er gewoon nog meer uitgehaald. Dat is gewoon iets wat niet veel mensen kunnen. En daarom is het tegen Jeeves heel moeilijk, omdat ja, je kan wel weer over alles beginnen. Alles is al gezegd, een soort van tegen hem. Jeeves die heeft zoveel belters gedaan, die weet precies waar de nadruk moet, waar de pauze moet, waar die even 3 seconden naar je moet lachen, weet je, dat soort dingen. Jeeves hele seizoen is mailman, waar hij een soort van verloren heeft, maar niks te nadenken van zijn performance, want daar was hij gewoon keihard. Tegen Taser was hij keihard. Tegen Keus was hij keihard. Met Insano, tegen Santos en Sniggy was hij keihard. Tegen Luigi, weet je, het is gewoon een handvol classics. Tegen Killer Croc was mad, man. Ik heb die battle echt 5 keer achter elkaar gekeken toen hij uitkwam. Nu tegen Killer Croc, classic. Die man dropt gewoon classic op classic op classic op classic. Dus ik denk dat Jeeves' hoogtepunt in dit seizoen Jeeves' seizoen is. Ja. En Frans natuurlijk. Die Big heeft pas zelf de touwtjes in handen als ze de gore tampon uit de doos moet trekken. Wat is Luigi ongesteld? Vaginale pijn. De hele vloer onder het bloed. Het theater van Parijs. Deze battles die winnen. Door de ervaring die Jeeves heeft. Aanwezig vanaf seizoen 1 zie ik Jeeves deze battle pakken. Fiction is natuurlijk heel erg verrassend toen geweest. En heeft daarna was natuurlijk zijn verrassingsfactor kwijt. Als hij altijd al Nederlands was, dat de impact minder hard zou zijn geweest. Ja, Jeeves. Lijkt me niet echt Jeeves gaat winnen, ja. Tenzij Fiction opeens freestyle skills toont die Jeeves' hardste haymakers onderuit kunnen halen, kan Fiction heel die shit omdraaien. Maar ik heb Fiction nog niet echt zien freestylen, dus mijn Unibet money gaat naar Jeeves, man, voor deze battle. Jeeves is momenteel wel echt top 3 punch-out. En misschien zelfs wel nummer 1. Ik denk dat hij dat zeg maar ook een beetje voelt, dat hij denkt van ja, hij proeft bloed, zeg maar. Dus hij denkt van ja, die nummer 1 positie ga ik pakken, want hij zit er al, zeg maar, bij de vorige top 16 zat hij er ook, zat hij ook al in de league. Ik denk dat Jeeves heel PHB gaat winnen, ja. Het zou Stef of Keus zouden dat ook kunnen worden, maar ik, op dit moment, zoals het op dit moment voorstaat, denk ik dat Jeeves kampioen wordt. Maar ze zullen allebei hun uiterste best doen om iets tofs neer te zetten. Want het zijn allebei jongens die veel respect hebben voor de vorm van battle rap die ze allebei hebben. Dus dat wordt gewoon een klein zetje. 27 augustus, de kwartfinales. Fire. Ik verwacht alleen maar vlammen van deze battles, man. Weet je, we hebben nieuwe MC's die komen laten zien dat ze erbij horen. Die niet zomaar door zijn. Snap je? En we hebben ja, de veteranen die gestrijd om de titel, man. Dus ja. Dit ga je niet kunnen missen, ik zeg het je eerlijk. Zorg dat je een kaartje haalt voor verkoop of aan de deur. Net zo goed als je maar een kaartje haalt. Be there. 27 augustus, man. Punch Out Battles, kwartfinales, bang.